Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve weekendbericht. Nou moeten jullie bedenken, want dat weten jullie ook een beetje natuurlijk van mij. Ik neem deze video's in één keer op. Dus ik heb nu al een paar keer iets verteld over mijn jeugd en mijn verleden. Zo'n week is het dan, hè? Nou ja, sommige dingen mogen jullie ook wel weten. Dit weekend hebben wij een meestergetal weekend. Dus het is best wel een pittig weekend. Het kan een pittig weekend zijn. Je wordt voor uitdagingen gesteld. De 9 is altijd voltooiing. De 10 is altijd terug naar jezelf, naar het begin, naar die 1. Die door de oneindige cirkel van die 0 altijd gedreven wordt om weer door voort te gaan. En dan hebben we het dus nu alleen al over de daad. April is een 4. Hè? April is dat fundament wat gelegd wordt voor de rest van het jaar, voor het oogstseizoen, voor jou, voor alles. Wij zitten nu in de wassende zonperiode van het jaar. En deze tijd, en de zon die is met de zomerzonnewende rond 21 juni, is die op het hoogste punt. Dat is de volle zon. En nu zitten wij in die wassende zon. Alles gaat groeien en bloeien. We kunnen zaaien en niet alleen in de grond, maar ook in ons leven. Nu is het de tijd om van alles te gaan beleven. Om alles het fundament te geven wat jij in de rest van het jaar zo graag wil doen. En daar is dit weekend wel heel geschikt voor. Het is voor Pasen. Pasen is ook ons Ostara-feest, Eostere. En dat heeft met leven en dood te maken. Wat laat je achter je? Wat neem je mee? Daar gaan we het volgende week nog verder over hebben. En dit weekend hiervoor, voor Pasen, is eigenlijk een heel intensief, hardwerkend weekend. Tenminste, als je de energie benut. Want de keuze ligt bij jou. Ga jij die keuze maken? Of ga je niks doen? De keuze ligt in jouw moment. Je hebt altijd een keuze. Wat ga je doen? Hoe ga je het vormgeven? Want jij hoort mijn bericht en ik zeg tegen jou, dit is een weekend van keuzes. Van manifesteren en kijken, hoe ga jij, wat is jouw doel voor dit voorjaar, deze zomer, dit najaar, voordat je de rust weer in kan van de winter. Dat is zoals wij heksen dat doen, hè. Wij gebruiken die energie van het jaar, van het seizoen, om juist die kracht uit dat seizoen te halen. Dus dat winterseizoen blijven we binnen. We doen innerlijke dingen. Nu gaan we naar buiten. Niet alleen naar buiten fysiek. We laten onze hondjes weer uit. We gaan op de motor weg. Ik zie een camper voorbij komen. We gaan lekker het land weer in. Het is leuk om dat allemaal te doen. Dus we gaan naar buiten toe. Maar dat kunnen wij ook in ons innerlijke, geestelijke bestaan. Wij kunnen nu naar buiten brengen wat we in de winter zo mooi hebben laten groeien. Wat vanuit rust mag groeien. Dus daarom schrijf ik in het voorjaar ook het liefste de boeken. En in de winter had ik daar ook echt geen tijd voor. En nu komt die tijd aan en ook de energie en inspiratie weer om dat vorm te geven. We zijn zaterdag een 55-10-1-dag. Dus die 2 keer de 5, dat is echt het meeste getal. Het kan overal naartoe. Het kan chaos brengen. En dit is ook wel de cyclus van chaos. De 50-cyclus, 50 tot 59. En het is allemaal een beetje chaos in de wereld. Dat zien wij. En dat kunnen we dus dit weekend nog intensiever ervaren. Zondag zijn we dan de 56-11-dag. En die 56-11-dag, dat is echt zo'n dag waarin je lastige situaties tegenkomt. Soms denkpatronen tegenkomt. Ilona heeft het dan zo mooi over schaduwwerk. Nou, dit kan zo'n weekend zijn dat je het helemaal niet plant, maar dat je er wel diep in gaat. Maar waar je dus dan wel beter uitkomt. Dus heb je nog schaduwwerk te doen, dan ga je misschien dit weekend plannen om daar de tijd voor te nemen. Om in meditaties te gaan kijken, hoe kan ik daar vrij van komen? Hoe kan ik daar doorheen? Hoe kan ik dit vrij laten transmuteren naar de violette vlam? Nou, zo dus. Dit is dus heel belangrijk om daarmee bezig te gaan. Nou, En soms kan iets wat heel eenvoudig is, heel moeilijk zijn. En iets wat heel moeilijk is, heel eenvoudig. En ik ga dus toch mijn eenvoudig boekje, Grijsje, Mooi Meisje, aan jullie voorlezen. En jullie zien het al. Ze zijn aan het vissen. Fritsje Flutje woont in een hutje en vist vol ijver in andermans vijver. Dat is eigenlijk een hele mooie voor vandaag, voor de zaterdag. Ik doe hem nog een keer. Ga hier maar eens over nadenken. Het zijn 4 regeltjes, maar die vertellen eigenlijk het hele wereldgebeuren. Fritsje Flutje woont in een hutje en vist vol ijver in een andermans vijver. Dan hebben we nog één. Kijk, met een hondje volgens mij. Klinkklare klets. Wie klikt er het best? Die verslijt zijn tongetje en verslikt zich in de rest. Oh, dit zijn echt... Jongens, ik doe hem gewoon open. Dat is mooi afbeelding. Ik ken de teksten niet, want ik heb dit boekje gewoon heel lang op zolder gehad. En het zal kloppen, zeker met dit weekend. Ik ga deze ook nog maar een keer doen. Ik vind het zo leuk. Het klopt altijd, hè? Het klopt altijd. Klinkklare klets. Wie klikt er het best? Die verslijt zijn tongetje en verslikt zich in de rest. Dus de moraal van het verhaal. Niet klikken, je bent geen rat. Ik wens jullie een mooi weekend. Laat op de groep weten wat er gebeurt. En de groep bedoel ik mee de Telegram groep op wereldse gebeurtenissen. Maar vind jij dat lastig, al die berichten? Dan kan je ook lid worden van een inspiratiegroep op Facebook. Klaske Boersma-Feenstra die deelt daar altijd mooie dingen. Ik deel daar ook mijn positieve berichten en soms wat andere dingen, maar daar wordt bijna niet gereageerd. Het mag gerust wel, hoor. Maar ook Klaske Boersma doet daar hele mooie posten, dus dat is een rustige groep. Ik deel hem ook nog even op Lumeria en op mijn tijdlijn. En kan je het niet vinden, laat het mij even weten, dan doe ik jou een link. Dus op de Lumeria Inspiratiegroep op Facebook. En je kan meepraten op de wereldse gebeurtenissen op Telegram. Ik wens jullie een mooi weekend. Dag lieve mensen.